Hallo allemaal, dit is juf Nienke. Leuk dat jullie kijken. De vorige twee keer zijn we bezig geweest met Aliens bestaan niet. En dit is de laatste keer. Want dankzij Nathanael en Victor, dank jullie wel. Jullie hebben me fantastisch geholpen. Want daardoor weet ik hoe de andere aliens eruit zien. En kon ik het laatste deel maken van het liedje. Allereerst... de inzendingen van Nathanael en Victor. Veel plezier! Wauw! Super, hè? Nou, dan is het nu tijd om het laatste coupletje te laten horen. De vijfde had scherpe punten en zong een vrolijk lied. De zesde liet veel scheetjes, maar stinken deed hij niet. De zevende was een vierling met 8, 9 en 10. Ze waren veel te dun, je kon ze niet goed zien. Want aliens bestaan niet, als je ze niet ziet. Aliens bestaan niet, als je ze niet ziet. Aliens bestaan niet, zing mee met het lied. Want aliens bestaan niet, als je ze niet ziet. Ja, aliens bestaan dus wel, hè. Ik zie er hier de hele tijd eentje achter mij. Ik denk dat dit de 11e alien is. Dit is de slurper. Zullen we hem helemaal doen? Doe je ook mee, Jess? Jess alien? Ja! Ja? Zullen we dan beginnen met het refreintje? Aliens bestaan niet, als je ze niet ziet. Ik kan alleen maar aliens bestaan niet, als je ze niet ziet. Aliens bestaan niet, zing mee met het lied. Want aliens bestaan niet, als je ze niet ziet. Zag ik daar een UFO vliegen hoog in de lucht. Hij landde in een weiland na een hele lange vlucht. En wat kwam eruit? Een alien of 10. Ik had nog nooit een alien gezien. Want aliens bestaan niet, als je ze niet ziet. Aliens bestaan niet, als je ze niet ziet. Aliens bestaan niet, zing mee met dit lied. Want aliens bestaan niet, als je ze niet ziet. De eerste had een eenhoorn, de tweede een spriet. De derde had veel benen, maar tenen had hij niet. De vierde was verliefd en daarom helemaal roze gekleurd. De vijfde had scherpe punten en zong een vrolijk lied. De zesde liet veel scheetjes, maar stinken deed hij niet. De zevende was een vierling met 8, 9 en 10. Ze waren veel te dun, je kon ze niet goed zien. Want aliens bestaan niet, als je ze niet ziet. Aliens bestaan niet, als je ze niet ziet. Aliens bestaan niet, zing mee met het lied. Want aliens bestaan niet, als je ze niet ziet. En dit was dan het alienavontuur. Dank jullie wel, leuk dat jullie meededen. Mocht je nou een fantastisch te gek idee hebben waarover ik mijn volgende liedje kan schrijven, stuur het dan naar info@donsproductiehuis.nl of zet hem onder dit filmpje, dan kan ik het zelf even checken. Of geef het door aan je juf die het dan weer aan mij door kan geven. Nee, je zei het verkeerd. Nee, ik zei het helemaal niet verkeerd. Het is info@donsproductiehuis.nl. Echt waar? Ja, echt waar. En dan kan ik daar misschien een liedje over maken. Dat zou ontzettend leuk zijn. En ik zie jullie de volgende keer weer. Dag!